Goedemorgen, het is maandag, weer een nieuwe week en een frisse start deze week. We zijn even heerlijk aan het genieten van de pure lucht, hè? De natuur. Alleen is het een beetje koud en ik moet heel nodig plassen, maar er is geen wc. Ben je een beetje koud? Ja! Maar wat hebben we net gezien? Stieren? Kieren. Ja, Kobi ook. Kobi doet ook goed. Goedemorgen. Het is vandaag, welke dag? Woensdag. Ik heb een afspraak bij de kapper en hier heb ik heel veel zin in. En super excited, want ik ga met Campbell naar de kapper. Heel toevallig. Zij komt daar ook. En ja, ik heb gisteren niet gefilmd. I didn't feel like it, so today I am. Dus we gaan naar de stad lopen. Ik ga eerst nog naar de Coolblue, want mijn microfoon ga ik terugbrengen. Ik heb een nieuwe besteld, dus jullie zien straks hoe die ander is. So yes. Ik zit bij Style Junkie. En zoals jullie zien zit nu de achterkant erin. Die wordt wat bruiner. En dan vervolgens dan, gaan we de voorkant weer face framing highlight. En ik ben met mijn favoriete vlogster. Kijk eens aan. Hi. Mia Sarda. Zo lief wat je over mij zegt. Ja, ik ben ook wel lief. Nou, we zitten... Wil je wel een beeld? Maakt niet uit. Wij zitten bij deze prachtige dame, Margaret. Margaret? Ja, Margaret. Margaret. Bij Style Junkie en Campbell is er ook. Hallo. En we gaan even wat anders doen. Ik vind het zo leuk om met jou hier te zijn. Leuk, hè? Instagram friends. Ja, dus gaan we een reels maken ook? Ja, denk ik wel. Jawel. Ja. Oké, okay. Ja, keep you posted. Super mooi. Laat de achterkant zien. Ja, echt heel mooi. Ik ben weer brunet. Yay. You like? I like. Ik zeg altijd, net als een nieuwe telefoonhoesje. Ja. This is it. En ik ben geholpen door de allerliefste Margaret. Mooi hoor. Van Style Junkie. Mooi hoor. Ik ben met Campbell. We zijn naar de kapper geweest. Ja. En ze is ook even in de winkel komen kijken. Ik moest het in het echt zien. Want ik dacht echt elke keer, oh wat is het mooi, wat is het mooi. En het is nog mooier in het echt. Echt bizar. Ja, en het is gewoon zo leuk om elkaar eindelijk te ontmoeten. Ja, want we zijn echt soort van vriendinnen. Maar dan online, op WhatsApp. Ja. En dan de voice memo's. En elkaar soort van helpen elke keer met tips en tricks. En dan... Finally. Ken je die persoon niet in het echt. Dat is heel gek. Het zou ook heel awkward kunnen zijn. Ja, echt zo, hoi. Hallo. But it's nice, ja. So we gaan een keer wat samen doen. Ja. Hebben jullie leuke tips voor wat we samen kunnen doen? Ja, let us know. Ik ben echt benieuwd wat jullie leuk zouden vinden. Ja, Q&A ja. Of een... What's in my bag samen. Ja, dat kan ook. Make-up, ik weet niet, ja. What's in our car. Ja, dat. A lot. Patatjes van 3 maanden oud en zo. McDonald's. Ja, echt niet normaal. So, nee. Thanks for coming. Ja, yeah, thanks for having me. Ik ga binnenkort misschien een grill bestellen voor mijn man. Happy New Hair! Ik heb het nu wel nog even vast. Maar komt omdat ik altijd een dag na de kapper niet weet hoe ik het moet stylen. Ken je dat? Dan is het heel mooi gesteld bij de kapper. En dan de dag daarna zit het niet. En dan weet je niet hoe. En ik had haast. I am brown now. Ja, ik vind het echt heel mooi. What do you think? I love it. Style Junkie Margaret is echt... Top. En ze knipt ook heel goed. Dat heb ik heel vaak met mensen die heel goed kleur kunnen. Die kunnen dan weer minder goed knippen. Maar ze heeft zo mooi geknipt hier, die curtain bangs. I love it. We hebben weer eten gehaald hoor. Hij heeft gewoon echt zijn broodje. Deze dikzak heeft een falafel sandwich met alles erop en eraan. Dikzak. En een bubbeltje. Oh, kijk dan. Anton Bernard. 68 11 Eduard Marie. We hebben u niet verstaan. Godverdomme, gaan we weer. Heeft u een particuliere aansluiting? Toets 1. Heeft u een aansluiting voor zelfstandig ondernemers? Toets 2. Heeft u interesse in het afnemen van zakelijke diensten? Toets 3. Wilt u... Het doet ineens niks meer. Normaal hoor je toch een piep? Hij doet niks. Kut, gaan we weer.
6811 Eduard Marie. Wij hebben u niet verstaan. Nee, tuurlijk niet. Heeft u een particulier? Nou, het is geregeld hoor, met Ziggo. Eindelijk! Weet je hoe lang ik al bezig ben met het regelen van Ziggo? En als het goed is, komen ze volgende week eindelijk de wifi installeren. Dus dan hoeven we niet meer te tappen van de buren. Ik was helemaal vergeten dat ik ook die deze heb gekocht, ja. Maar ik heb die Boya geruild voor een Rode. Dit is Rode, toch? Ja. Want ik hoorde heel veel mensen die zeiden dat deze wel goed was. En ik heb verschillende filmpjes gekeken en... Babe? Ja? Wil je de deur weer dicht doen? Oh, sorry. En voor de Sony ZV-1, dus dat is de camera die ik nu gebruik, was deze dan beter. Oeh, maar... Even openmaken. Ja, en als dit geluid dus ook echt naar is en vissen komt... Oké, ik heb helemaal zitten krabben. Maar dan gaan we gewoon verder met het geluid van Sony. Maar ik vind het geluid van Sony gewoon iets minder mooi. Oeh, het is wel een ding hoor. Best wel huge. Zo. Ja. Wow, ik dacht dat het wel meeviel, maar dit is echt een grote... Ja, ik ken dit woord door Campbell, maar dead cat. Nou... Dit zit er dan in. En dan met een standaard. En dan dit. Kijk, is net zo groot als mijn hoofd. Oké, we gaan hem installeren. Dus laat maar weten wat je dus van het geluid weer vindt. Oké, test 1, 2, 3. Hallo, kan je mij goed horen? Ik ga jullie laten zien hoe het eruit ziet. Want het ziet er echt weird uit. Hij is echt... groot. Ik ben de hele tijd best wel overbelicht. Kijk even hoe groot. Het is echt zo'n... alsof ik zo'n dode muis op mijn camera heb. Maar ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar het geluid dus. En misschien dat ik dat dan alleen gebruik voor sit-down video's en niet voor vloggen. En over sit-down video's gesproken... Ik wil eigenlijk wat nieuwe video's opnemen. Wat meer losse video's. Vloggen ga ik er nog steeds bij doen. Maar ik vind losse video's gewoon heel leuk. En ik merk dat mijn bereik daar groter van wordt of is. Dus aan jullie natuurlijk de vraag. Wat moet ik doen? Ik dacht sowieso komt er deze week een video online. Waarbij ik alle TikTok en viral make-up trends ga proberen. Dan heb ik nog een video What's in my bag. Die ik heel graag wil doen. En ik wil een Q&A Get Ready With Me make-up soort van doen. Ik vroeg me dus alleen een beetje af waar die Q&A over moet gaan. Ik heb verschillende onderwerpen. Dus moet het gewoon over alles gaan. Of vragen over mijn leven op Bali. Of over anticonceptie. Of over jong moeder zijn. Of over een ondernemende man. Ja, laat me weten wat jullie leuke vragen en onderwerpen vinden. En stuur je vraag ook vooral in. Ik zou ook even op mijn Instagram stories zo'n vraagsticker doen. Als je dan vragen voor mij hebt. Als je die überhaupt hebt. Want soms doe ik dat en dan heb ik echt maar twee vragen. En dan denk ik, ah, kut. Hoi, welkom bij weer een nieuwe dag. Het is vandaag Friday again. It's Saturday, Sunday. It's Friday again. Ja, echt de leukste dag van de week, vind ik. Ik heb net in deze hele setting... Ja, je kunt het niet zien, maar... look at this. Ik heb een video opgenomen met alle een beetje viral TikTok make-up trends. En deze video stond al heel lang op mijn lijstje. En toen zag ik dat Nikke tutorial me ook had geplaatst. Toen dacht ik, ah, straks gaan mensen denken dat ik ze naap. Maar dat is niet zo. Dus als het goed is, ik denk dat die online staat voordat deze vlog online staat. Dus vergeet hem ook niet te kijken. En ik ben zo blij met mijn haar. Ik kan niet stoppen met gewoon voelen en kijken. Ja. Ik moet wel even... Net zoals even goed leren hoe ik dit moet stylen. Maar ik denk dat Eddie bijna klaar is van de kapper.
En dan gaan wij werken. Want ja, de meid kan niet alleen maar chillen. Hè? Hi, goedemorgen. Het is vandaag zondag. En ik word aangekeken door een tjoetje. Wat wil je? Nee, die heb je net gehad. Deze ook buiten? Ja, leg maar ook buiten. Dat vind ik, dat mag wel van mij. Okay. Het is best wel lekker weer en het wordt volgende week nog mooier weer. Dus yes, eindelijk een vlog met gewoon leuke jurken en zo. En net heeft iemand mijn oude laptop opgehaald via Marktplaats. Dus dat is ook fijn. En dit is een beetje een korte vlog volgens mij. Ik ga vandaag nog boven behangen, want we hebben Juda's kamer veranderd. Juda die zit nu in mijn oude kantoor, want daar heeft gewoon meer ruimte. En het kantoortje nu is dan Juda's oude kamer. Do I make sense? But I think yes. En die gaan we even behangen, even schilderijtjes ophangen, even leuk maken. Ik heb al mijn stenen vannacht opgeladen en het is vanavond volle maan. Dus dan kunnen ze nog een keer helemaal opladen. En ja, dus ik ga jullie daar nog in meenemen. Oké, dit was Juda's behang. Super schattig behang, alleen zo dun dat het gewoon heel lelijk is geworden. Kijk hier ook al een slijtlicht laat. Dus ik heb een beige, of course, een beige taupe behangetje uitgezocht. Zo dikker. En dan wil ik hier ook een soort van paal ophangen waar ik dan een wit scherm op kan doen. Zodat ik natuurlijk Instagram foto's kan maken. Instagram is live. En gewoon een beetje leuk aankleden zodat ik er ook outfit reels en zo kan opnemen. Dan heb ik in ieder geval mijn hoekje, weet je wel. Die altijd overal bij past. Dus, maar al ons gereedschap ligt nog in de winkel. Dus we gaan even kijken of we met een keukenmes kunnen gaan afsnijden. De kamer is af en wij zijn heel even bij mijn oma geweest, want die wordt morgen 96. Oh my god. Ik hoop dat wij ooit ook die leeftijd mogen bereiken. Dus ik kwam even een bloemetje brengen en ik heb heel snel even met haar geknuffeld. Er werd er gelijk helemaal emo van, maar zo fijn om haar even te knuffelen nu ze die prik heeft gehad. En ik ga jullie heel even laten zien hoe het is geworden. En ten eerste, look at this behang. Dit is een velvet taupe kleur. Het is niet velvet, maar het is wel super dik. Heel mooi. Deze, die en die daar staan van Hambedo. Daar heb ik ook een kortingscode van. Die zou ik er even linken. En deze heeft Carol. Volgens mij is dat je echte naam. Opgestuurd. Super lief. Visualize your highest self, then show up better. Oh, dit is zo'n powerful quote. I love it. En ik heb natuurlijk mijn baby hier. En dan heb ik het dus nu een beetje zo. Daar staan mijn statieven. Ik heb hier mijn parfum, wat dingetjes. Deze mand moet ik nog uitzoeken. Mijn vision board, die staat altijd daar. Die houden we ook daar. Kan ik er iedere dag naar kijken. Ik ben de vlog aan het editen, mijn make-up. En dit is ook nog allemaal make-up. En het is vanavond volle maan, dus even alles aan het opladen. Dus ja, nou dat was de vlog voor deze week. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even. Daar maak je me ontzettend blij mee. Like en comment bijvoorbeeld wat je van mijn mooie haar vindt. Ik vind het zo gek, ik voel me gewoon heel anders. Dus let me know what you think. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer terug. Doei!